Nou, best wel angstig natuurlijk dat het zo dichtbij kan gebeuren. Ja, wonen is wel erg afgelegen, maar ja, dat verwacht je eigenlijk niet in zo'n dorp, hè? Het is gewoon verschrikkelijk. Als je in je eigen huis niet meer veilig bent, dan gaan we toch een verkeerde kant op. Ruim 5,5 jaar geleden werd Hannie Bakker uit Winkel ernstig gewond gevonden in haar woning. Iets later overleed ze aan de verwondingen en de politie heeft aanwijzingen dat het om een overval gaat. Maar er zijn geen verdachten. Het wordt een typische cold case. Nu, 5 jaar later, doet de politie een laatste ultieme poging om nieuwe informatie boven water te krijgen. We staan hier om aandacht te vragen voor een overlijdensonderzoek. In de Koningsnacht 2017 is er een inbraak geweest in Winkel. En daarbij is de bewoonster mishandeld en uiteindelijk overleden. We willen natuurlijk klaarheidszaken brengen in deze zaak. Nou, ik vind dat elke zaak daar recht op heeft. Ik bedoel, het is toch niet normaal dat je vermoord wordt in je eigen huis. En ze hadden het al veel eerder moeten doen. Ja. Dus complimentjes dat ze het doen. Nou, dat is natuurlijk prima. Het zal je eigen maar overkomen. Dan hoop je ook dat het opgelost wordt. Ja. Toch? We proberen echt nu zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dit onderzoek met name is ook geschouwd door diverse recherchepsychologen. Die hebben een profiel gemaakt van een eventuele dader, eventuele verdachte. En daar komt onder andere in naar voren dat de verdachte waarschijnlijk iemand is geweest uit deze omgeving. Dat heeft te maken met de plek van de woning die zeer afgelegen staat. En ook vanwege het feit dat er echt heel veel geweld is gebruikt, denken we ook dat het een jonge verdachte moet zijn geweest. We gaan ook op een hele andere manier om met dit onderzoek. We gaan ook bijvoorbeeld met YouTube gaan we het een en ander doen. En er is een podcast gemaakt door Dionne Slachter. Die bereikt weer een ander soort publiek als de reguliere media. En op die manier proberen we gewoon echt iedereen te bereiken. Dat als ze iets weten, dat ze contact met ons op kunnen nemen. Naast de flyeractie en de podcast volgt ook voor het eerst een oproep via Burgernet met daarin een boodschap van de nabestaanden. Alles om de dader uiteindelijk te vinden. We nodigen nadrukkelijk de mensen uit om lid te worden van Burgernet. Dat gebruiken we normaal gesproken alleen in hete daadzaken bij vermissingen, kinderen die zijn weggelopen. Maar nu ook specifiek voor deze zaak. Het is voor het eerst dat we dit gaan doen, dus we gaan ook kijken wat voor reacties dat teweeg brengt. En ik durf nog niet te voorspellen of we dat vaker gaan gebruiken. Maar mocht het succesvol zijn? Dan is die kans zonder meer aanwezig. Want ja, we willen gewoon allemaal klaarheid brengen in dit soort zaken. Het is ons werk, maar alle ogen die meekijken, die helpen ons. Denkt u dat het iets op gaat leveren? Ik denk het wel. Er zijn toch altijd mensen die een drempel over moeten en die dat nu eerder zouden doen. Ik hoop het voor ze, dat die mensen rust krijgen. Ja. En dat de zaak opgelost wordt en dan dat het maar klaar is. Dat ze het echt kunnen verwerken.